Welkom bij Proberen te creëren. Een rubriek waarin we dingen proberen te creëren. Vandaag hebben we het over de papieren vliegtuigjes. Je weet wel, waar je als kind heel graag mee speelde. Alleen, wat is nou het beste papieren vliegtuigje? Ik laat jou vandaag twee manieren zien. We beginnen met de traditionele papieren vliegtuigje, zoals vrijwel iedereen hem wel kent. En nog steeds heel populair. Maar dat kan ook niet anders, want hij doet het heel goed. Je begint met het A4-vel door midden te vouwen in de lange zijde. Vouw vervolgens het vel open en pak dan het linker onderhoek. Vouw die schuin naar binnen. Doe dit hetzelfde met deze hoek. Om vervolgens verder te gaan, moeten we ervoor zorgen dat deze lange zijde in aanraking komt met de lange vouwlijn in het midden van het blad. Doe dit ook aan de andere kant. Nu vouw je hem gewoon dubbel door het middelste vouwlijn. En is het enkel een kwestie om de twee vleugels te creëren. Zorg ervoor dat als je een vleugel creëert, dat je hieronder genoeg ruimte vrijlaat voor je vingers. Doe dit ook aan de andere kant. Als je dan de vleugels openvouwt, dan is in principe je papieren vliegtuigje klaar. Alleen, om iets meer fling toe te voegen, creëren we twee extra flappen. En dat doe je op deze manier. Doe dit ook aan de andere kant. En tadaa, je vliegtuigje is klaar. Als je heel veel afstand wilt maken met je papieren vliegtuigje, dan is dit de perfecte manier. Wil jij echter heel veel trucjes met je vliegtuigje maken, dan ken ik een andere manier. Voor deze variant kiezen we een willekeurige hoek. Zorg ervoor dat we hem dan schuin naar binnen vallen. En zorg ervoor dat de korte zijde parallel loopt met de lange zijde van het A4-velletje. Vouw het vel vervolgens weer open. Kies dan vervolgens de andere hoek tegenovergesteld in de korte zijde. Vouw die ook schuin naar binnen. Vouw dan weer het vel open en je ziet dat er een grote kruis in het vel tevoorschijn komt. Nu komt het lastige. Draai het blaadje eventjes zo om en zorg ervoor dat deze flap en deze flap naar elkaar toe komen. Dit zorgt voor een gelijke driehoek bovenin je vel. En tadaa, je hebt een huisje. Maar daar gaan we niet voor. We gaan voor een vliegtuigje. Onderin het driehoekje creëer je twee flapjes. Deze flapjes moeten weer loodrecht gevouwen worden. Doe dit ook met de andere zijde. Je ziet dat je een klein vierkantje creëert in het gehele driehoek. We pakken het bovenste punt en zorgen dat we het midden van het vierkant naar binnen vallen. Dit is de vorm die je uiteindelijk moet hebben. Vouw nu het gehele vel naar binnen. Creëer nu de vleugels en zorg er weer voor dat je genoeg ruimte hieronder overlaat voor je vingers. Doe dit ook aan de andere kant. En tadaa, klaar is je tweede vliegtuigje. Alleen, ook bij deze voegen we wat meer fling toe. Zo snel zijn je twee geweldige vliegtuigjes klaar. Nu is alleen de vraag, welke is beter? Nou, voor mij is de keuze snel gemaakt. Laat jij in de comments weten welke jij beter vindt.